Goedenavond, dit is U Nieuws. Sporters uit onze regio doen het goed op de Olympische Spelen. De hockeysters staan in de finale. Sharon van der Rouwendaal uit Soest pakte zilver en Femke Bol uit Amersfoort brons. Femke is 21 en zorgde vanmorgen vroeg voor een regelrechte sensatie in Tokio op de 400 meter horde. Ze liep een persoonlijk en Europees record met 52,03 seconden. Nou, dat is in de geschiedenis van het hordenlopen de 3-na beste tijd ooit. Brons op de 400 meter horde. Een zeer knappe prestatie. Als ik over de finish kom, wil ik weten dat ik mijn beste race heb gelopen en er alles aan heb gedaan om goud te halen. En dat heb ik echt gedaan. Ik ben helemaal kapot gegaan. Ik heb 52,03 gelopen. Ik bedoel, Europees record, derde tijd ooit. Ik kan op dit moment niet meer. En zij zijn gewoon nu sterker. En ja, dat vind ik prima als ik brons aan me heb. Ik ben gewoon zo blij. Ik bedoel, ik heb een Olympische medaille. Ja, bij haar atletiekvereniging Altis in Amersfoort staat verslaggever Mark van Rossum. Mark, hoe hebben ze de race daar beleefd? Nou, ze zijn gewoon met z'n allen vannacht om 4 uur hier samengekomen in het clubhuis. En zijn naar die wedstrijd gaan kijken. En dat kan je nu zien, hè? Dat is een hoop enthousiasme. Allemaal in het oranje. En wat je ook ziet, is dat ze wel heel erg gespannen zijn. Maar als je goed kijkt naar de reacties in het publiek, dan zie je dat ze het eigenlijk ook wel een klein beetje verwachten dat die derde plek eraan komt. Kijk maar. Ja, dit was dus vanmorgen vroeg. Zijn ze trots op Femke in Amersfoort? Ik kan me voorstellen van wel. Ja, nou, dat kan ik vragen aan een van de leden en een trainer. Bart, jij traint op horde en op sprint. Zijn jullie trots? Ja, beren trots. Ja, het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er een atleet van je vereniging aan de Olympische Spelen meedoet. En als ze dan ook nog een medaille haalt, ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan trots zijn. Met dan in je achterhoofd ook nog het feit dat je gewoon ziet dat er nog meer in zit. Dan zijn we beren trots gewoon. Ja, hoe uniek is deze medaille? Want ik heb geen verstand van horde lopen, dus jij wel? Nou ja, dit is naar mijn idee is er nog niet vaak op dit nummer in ieder geval een medaille door Nederland gescoord. Dit is echt zo uniek. Dat is gewoon niet te bevatten. Ja, ik heb een beetje gelezen hoe het de afgelopen tijd gegaan is. En ik begrijp dat ze, zoals dat heet, een enorme progressie heeft doorgemaakt. Ja, ze is de afgelopen 2 jaar heeft ze echt de switch naar de 400 horde gemaakt. En zich daar enorm op ontwikkeld. Automatisch gaat dan je 400 ook natuurlijk heel erg vooruit. Maar je ziet duidelijk nog dat er gewoon nog meer mogelijk is op dit nummer. Juist omdat ze er pas 2 jaar mee bezig is. En ervaring bij dit onderdeel toch wel heel belangrijk is, zeg maar. Hey, en inmiddels zien we Isa, die is zich een beetje aan het warm lopen. En die is een klein beetje aan het trainen. Dat doet ze voor ons. Maar ja, merk je dat atletiek populair wordt door dit soort prestaties? Nou ja, zeker. Zeker. Atletiek is sowieso een populaire sport. We hebben hier in Amersfoort hebben we echt een mega, mega lange wachtlijst. Waar we gewoon door gebrek aan trainers eigenlijk niet aan kunnen voldoen. En hierdoor zal het wel erger worden? Ja, het wordt er hierdoor zeker niet minder. Dat is voor de sport is het natuurlijk alleen maar goed. En we zien zeker ook bij Altis de afgelopen jaren zien we sowieso al een progressie in het niveau. We draaien steeds beter op landelijk niveau mee. Met Femke en Sven Janssons als twee atleten die daar nog bovenuit steken, zeg maar. En als Isa als aanstormend talent. Kan je even uitleggen hoe moeilijk het is met een voorbeeld? Kijk, ik loop even om. Ja. Ja, wat je ziet is dat Isa die weet bij de hordepassage gewoon nog te versnellen door snel naar beneden te gaan. En dat is eigenlijk de truc van het hordelopen is tijdens de hordepassage gewoon geen snelheid verliezen bij je landing. Maar gewoon in je hordepassage gewoon weer snel naar beneden gaan, zodat je snel kan doorversnellen. En daar haal je je winst met hordepassages. Ik weet niet of je lucht hebt, maar mag je nog een keer hoor, Isa? Want ik vind het er hartstikke mooi uit. Oh, je hebt geen lucht meer. Oké. Het is echt vermoeiend. Het is echt een hele moeilijke sport dit. Nou ja, het is natuurlijk met elke sport is moeilijk. Je moet er gewoon uren in steken. En
talent helpt wel, maar in wezen komt het er toch op neer dat je er uren in moet steken. En dat je gewoon moet blijven pushen jezelf. Kan Femke nog vooruit? Femke kan zeker nog vooruit. Femke kan nog, als je naar Femke de hordepassage kijkt. Want de hordepassage van Isa, die is nu heel laag over de horde. En Femke gaat nu relatief nog heel hoog over de horde heen. Waardoor ze in wezen energie verspilt door zo hoog te gaan springen. Maar je hoeft helemaal niet zo hoog over die horde heen. Want die horden zijn helemaal niet zo hoog. En daarnaast denk ik dat Femke ook nog qua snelheid wel progressie kan boeken. Dus er zit zeker nog wel verbetering in bij Femke. Nou, Annemarie, je merkt het. Waarschijnlijk moet ik nog een keer terug hier naar Amersfoort als we een volgende medaille pakt. Ja, jij staat natuurlijk op de atletiekbaan, Mark. Ik weet niet of ik je zo gek kan krijgen, maar heb je zin om misschien eens een poging te wagen? Nou, we hebben het voorbereid. Ze hebben een horde voor mij op hoogte gezet. Kijk. Dit is de hoogte waar het op Olympische Spelen gaat. En deze is voor mij. Wil je dat ik eroverheen ga? Ja, heel graag. Ik ben wel een senior, hè? Dus dan wordt het wel eventjes... Hoppa. Zo. Klasse, Mark. Klasse. Dankjewel. Ja, dat doet hij toch niet slecht, hè?